we gaan het er eens nog even over hebben. Even terugblikken op die afgelopen 6 maanden. En wat er allemaal nog aan zit te komen. En dat doen we met de directeur van de Floriade, Hans Bakker. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Bakker. Hoeveel jaar ouder bent u eigenlijk geworden in de afgelopen half jaar? Nou, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk jonger geworden. Oh. Eerlijk, dus ja. Het stresslevel, dat zat nog redelijk onder controle. Dus ja, dan moet ik zeggen dat ik eerder ook andere functies vervuld heb waar veel stress was. Dus wat dat betreft viel Floriade nog wel mee. Ja, nou, want we vragen het natuurlijk niet voor niets. Hè. Eigenlijk altijd als we u spreken moeten we het hebben over tegenvallers. Dat gaat op een gegeven moment toch ook een beetje vervelen, of niet? Als je het daar steeds over moet hebben. Nee, daarom lijkt het me goed om vanmiddag alleen over de meevallers te hebben. Dus sommige dingen zijn natuurlijk al helemaal uitgediept. En laat ik daarmee beginnen. Het is natuurlijk heel treurig dat het financieel heel slecht afloopt. En dat is natuurlijk heel vervelend, ook voor de stad Almere. Dus dat beseffen wij met z'n allen maar al te goed. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. En we moeten kijken hoe dat verder zijn beloop krijgt. Maar ondertussen zijn natuurlijk ook een heleboel dingen heel goed gegaan. Ja, als u zou moeten omschrijven, wat is dit voor Floriade geweest? Wat voor Floriade het geweest is? Ja. Ik denk dat het in heel veel opzichten een hele succesvolle Floriade is geweest. We hebben natuurlijk na de een beetje aanvankelijke aanloopproblemen in het allereerste begin, die overigens het gevolg waren van COVID, hè, door de internationale partijen niet op tijd ingeschreven hadden. En toen logistieke problemen, et cetera, et cetera. Maar ik kan zeggen dat zo'n beetje vanaf half mei is het eigenlijk heel goed gegaan. En ik begrijp dat Nick Roos voor mij ook verteld heeft van de droogte. Nou, dat hadden we toen ook allemaal onder controle. Dus eigenlijk vanaf half mei hebben we eigenlijk alleen maar positieve reviews. En ligt het park er echt prachtig bij. En ik kan zelfs zeggen dat vriend en vijand het daarover eens zijn dat het een prachtig park is. En ik denk dat dat ook heel veel inspiratie heeft gegeven in de eerste plaats voor alle mensen die eraan gewerkt hebben. Niet alleen onze eigen medewerkers, maar vooral ook alle vrijwilligers. Hebben we heel veel vrijwilligers uit Flevoland gehad. Meer dan 250 die met heel veel enthousiasme eraan gewerkt hebben. Sterker nog, die hebben recent toen we een avond hadden met alle vrijwilligers, toen hielden ze niet op om mij de hele tijd maar te bevragen, kunnen we niet langer open blijven? Dus dat is natuurlijk Het beetje ligt er eindelijk dus heel mooi bij. Het is ook wel jammer dat het dicht moet, hè? Wat zegt u? Vindt u het niet jammer dat het dicht moet? Ja, tuurlijk is het jammer. Aan de andere kant is het wel zo dat je moet beseffen dat als er een evenement een half jaar duurt, dat is ook best een hele poos, eerlijk gezegd. Er zijn niet veel evenementen, behalve dan zeg maar attractieparken die altijd open zijn. Maar hier is natuurlijk allemaal mensen zijn hier natuurlijk tijdelijk voor ingezet. Maar ik denk dat we gewoon ook met de hele staf, al de mensen die hier gewerkt hebben, dat die met groot enthousiasme het ook volgehouden hebben de hele tijd. En dat is ook een van de mooie dingen. Dat alle mensen die natuurlijk vanuit allerlei windstreken en professionaliteit bij elkaar komen, dat die toch met elkaar erin geslaagd zijn om een soort Efteling uit de grond te tillen in een jaar. En waarbij toch eigenlijk alles gewoon werkt, zeg maar. Ja, en hoe ziet nou een dag of misschien een week van een Floriade-directeur nou eigenlijk uit? Dus als we even willekeurige weken de afgelopen periode. Wat zijn dan een beetje de dingen die je dan doet? En zit er, wat zijn een beetje de kersen? Uit de pap, zeg je dat zo? Nou ja, in ieder geval de kersen op de taart. De kersen op de taart. En de pap. Ja, dat was het, ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in zeker deze expo-periode is natuurlijk ook een hele sterke representatieve taak. Hè? We hebben de landendagen met allemaal landen die zich, vertonen. En daar is een hele grote ontvangst, ook diplomatiek. Er zijn allemaal bijeenkomsten die heel succesvol zijn geweest van business to business. Waar ook acte de présence gegeven moet worden, waar je moet uitleggen wat de gedachte erachter is, hoe het gaat en wat de filosofie is. Dus dat is eigenlijk wel een hele leuke kant aan die periode van wat, de. Wat vindt u zelf dan het allerleukste? Die dingen? Of waren er nog andere dingen waarvan je dacht van dit is toch het moment om directeur te kunnen zijn? Ik moet zeggen het allerleukste, maar het ligt dan een beetje aan mij en denk ik echt mijn activiteit is. Het leukste vind ik als hier we met het hele team van zo'n beetje 180 man. Als ik voel dat het gewoon allemaal vliegt. En dat heeft het eigenlijk voor het grootste deel van de afgelopen periode gedaan. Dat iedereen met groot enthousiasme bezig is geweest. Dat vind ik wel het moment. Want dat brengen we natuurlijk ook over. Dat enthousiasme op de vrijwilligers. En de vrijwilligers en iedereen weer over op de mensen. Die dan vervolgens toch een hele positieve belevenis hier hebben gehad. De aankomende zondag sluiten de poorten hier. Tot hoe lang blijft de BV eigenlijk overeind?
Nou, we komen nu in fase 5 van de Floriade. Ja. Ik zal ze even niet allemaal noemen. Maar we hadden dus net fase 4, dat is de expofase. Nu krijgen we wat we noemen de ontmantelings- of afbouwfase. Die duurt tot eind van het jaar. Dus eind van het jaar moeten wij het hele terrein weer opleveren aan de projectontwikkelaar die hier de wijk Hortus gaat bouwen. Waar natuurlijk ook best in de uitzending veel over gesproken wordt. En dan moet daarna nog gewoon de hele administratieve afwikkeling. Dus dat is halverwege volgend jaar of zo. Maar... Heeft u nog laadjes die nog dicht zitten waar misschien bonnetjes in zitten? Heeft u nog laadjes met bonnetjes? Nee. 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 Ik heb niet zoveel. Nee. Nee, dat is niet zo. En trouwens, eerlijk gezegd, het is uiteindelijk sinds vorig jaar dat we toch wel het heftige moment hadden met die tijdelijke gebouwen, et cetera. Is het, zeg maar, aan de kostenkant is het best goed onder controle gebleven. Alleen de bezoekers hebben ons... Maar dat neemt niet weg dat alle liefhebbers en alle hoog- en mid-geïnteresseerden allemaal geweest zijn. Mm-hmm. Dus iedereen in Nederland die zegt van dat moet ik gezien hebben. Nou, mag ik aannemen dat die wel in dit half jaar de gelegenheid hebben genomen. En wat we uit onderzoek weten is dat het gewoon het brede publiek het iets heeft laten afweten. Om redenen dat ze voor andere prioriteiten kiezen. En dat heeft ook alles sinds weer te maken met COVID en hoe dat zat. Maar daar hebben we eerder over gesproken. En als u nu verder vooruit kijkt, de toekomst van de Floriade, hoe ziet u die? Komt er nog eentje? Ik moet even zeggen, daar ga ik niet over. Hè? Dus, want ik ga over deze Floriade. Dat is te makkelijk. Nederlandse, nee, maar ik ben ook niet uitgepraat. De Nederlandse Tuinbouwraad is eigenlijk de eigenaar van de titel. Hè? Ja. Dus wij leveren straks alles weer in bij de Nederlandse Tuinbouwraad. En die zijn zich daarover aan het beraden. Zou je zonde vinden als dit de laatste is? Dat zou kunnen. Maar je moet rekenen dat er zijn natuurlijk best een aantal dingen heel goed gegaan. Hè? Dus we hebben het uitgebreid gehad over het park zelf. Na die aanvankelijke, zeg maar wat ik maar noem, even COVID-gerelateerde aanloopproblemen, is het een prachtig park geweest. Even de hele B2B zakelijk, hè? Dus alle evenementen die hier zijn, die hebben fantastisch gelopen. Die hebben we ook op het niveau gehouden van ongeveer de aantallen die we oorspronkelijk gepland hadden. En dat voorziet natuurlijk in allerlei economische activiteit. Want die zakelijke contacten, die leiden tot economische activiteit. En daar zijn ook hele goede voorbeelden van. Zo wordt er aanstaande donderdag weer een convenant getekend tussen geloof ik 15 partijen die hier de Flevo Campus gaan ontwikkelen. Wat eigenlijk gewoon voortkomt uit Floriade. Er zijn nog een aantal dingen op te noemen die heel goed gewerkt hebben. En dat zal ook bij een volgende Floriade zo zijn. De kunst blijft natuurlijk uiteindelijk van hoe krijg je het gefinancierd. Hans Bakker, directeur van deze Floriade in Almere van 2022. Hartelijk dank.